Welkom, beste kijkers. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij denken dat we met jou een bijzondere gast hebben, omdat jij als publicist, als wetenschapper, als bestuurskundige de afgelopen decennia een naam hebt gemaakt. Juist als wetenschapper denk ik uitmunt door al je publicaties. Want ik heb dat geprobeerd na te gaan en dat is bijna niet te doen. 7 A4'tjes vol met rapporten, boeken, publicaties. Nog iets over jou ter verdere aanvulling. Als je maar lang genoeg leeft, hè? Als je maar lang genoeg leeft, ja precies. Maar het moet ook nog hout snijden. Ja. En ik heb begrepen dat dat het geval is. Want als je bij de, nou, zeg maar de Nederlanders van boven de 40 jaar een enquête zou houden over wie zij de meest erudite en de slimste mens van dit land vinden, dan denk ik dat jij zeker in de top 10 zou kunnen eindigen. Maar nog een andere observatie. Wij schaken allebei. We hebben nog niet zo lang geleden ook met elkaar gespeeld. En als ik met jou schaak, dan verwonder ik me altijd over het feit dat jij zo'n geniale rommelaar bent met schaken. Maar altijd verlies, hè? Ja. Van jou wel. Maar altijd misschien, ja, maar hoe? Je opende met B3 voor de schakers, met B3, C3, D3, E3 en F3. Na 10 zetten dacht ik gewonnen. Maar het duurde tot meer dan 60 zetten voordat ik met heel veel moeite uiteindelijk het punt binnenhaalde. En dat vind ik ook weer zo charmant. Dat je wat het schaken betreft de wetenschap volstrekt overboord hebt gegooid. Maar dat is dan ook denk ik het enige terrein. Als het gaat om... En de liefde. En de liefde. Zeker, en de liefde. Daar zullen we verder vandaag niet al te veel op in kunnen gaan, helaas. Maar wel over jouw leven. En dat is een leven niet alleen van publicaties, niet alleen van boeken, maar toch ook een leven van familie en hoe het allemaal gekomen is. Daar wou ik eigenlijk mee beginnen. Je bent, als je iets bent, ben je een Leidenaar, al woon je Leiderdorper, zo zou je kunnen zeggen. Ja. Maar je komt uit Den Haag, hè? Ja, geboren in het Zuiderhout. 2,5 jaar voor het bombardement. Ja. Aan de goede kant. Anders was ik er niet. Het zand en het veen, hè, geloof ik. Of, nee, dat is Den Haag. Maar Zuiderhout was de goede kant, kant die niet gebombardeerd. Oké. Ja. En dat waren wij en dat dreigde wel te branden, want er was een geweldige brand na het bombardement, maar toen de wind draaide en daardoor ben ik er nog. Ja. Je bent dus van zeg maar het zo'n beetje de ontslag in de Tweede Wereldoorlog, zo 42, hè? Ja. Toen het iets beter ging. Met wat? Met de geallieerden. Nou, nog niet hoor. Nou, het scheelde niet veel. 42 jaar was een omslagjaar natuurlijk, hè, denk ik. Zo ongeveer, maar goed. Je hebt alweer de tegenslag van de oorlog, denk ik, toch vrij snel overwonnen. Je bent naar school gegaan, je bent naar de middelbare school gegaan. Je hebt het gymnasium gedaan. Ja. En je was 17 jaar toen je dat succesvol afsloot. En ik heb begrepen dat je in datzelfde jaar al je propedeuse economie gedaan hebt in Rotterdam. Maar hij was 16 toen ik het afsloot. 17 toen ik in Leiden arriveerde. En die propedeuse economie heb ik een keer om een weddenschap gedaan. Om een weddenschap gedaan? Ja, een weddenschap was, kun je in 6 weken de propedeuse economie halen. En dat is jou gelukt? Ja. Oké, goed. En dat is ook zeer bepalend geweest voor mijn latere leven, want ik ben toen helemaal doorgegaan in de economie. Ja. Ja. En ook in het feit dat je in korte tijd heel veel zou kunnen bereiken. Ja. Toch? Ja, ik heb mijn hele studententijd gewerkt, hè, om geld te verdienen. Ja. We hadden niet zo breed thuis.
Dus, maar je had niet zoveel tijd nodig om toen de rechteropleiding te doen en ja. Nog een paar dingen. Nee, precies. Dat heb je gedaan. Heb je dat echt met je linkerhand gedaan, die rechtenopleiding? Nee, ik vond het best moeilijk, want de opleiding die stond heel verder van mijn leven af. En dus ik heb hem eigenlijk als een soort denk-gedachte-experiment gedaan. En ook later nooit gepraktiseerd. Nee, nee. Ja, want ik ben de wetenschap ingegaan aan de economische kant. Okay. En later nog de bestuurskundige kant. Ja. En daar komt wel recht bij te pas. Maar ondanks het feit dat ik dus formeel doctor in de rechtsgeleerdheid ben, zou ik mij nooit een jurist noemen. Nee, nee. Maar je bent toch, hoe dan ook, denk ik meer vanuit de bestuurskundige kant, ben je ook bij de universiteit terechtgekomen? Nee, vanuit de economie. Oké. Okay. En dus, ik heb onder andere Eduard Bomhoff kunnen doseren toen hij economie als keuzevak deed bij zijn studie wiskunde. Mm-hmm. Heel veel latere beroemde economen zoals Tim Bergen en Bomhoff, die hebben eerst iets anders gedaan. Mm-hmm. Tim Bergen was fysicus. Ja. Ja. Dus jou, daar, je vergelijkt je nu ook een klein beetje daarmee? Nee, geheel niet. Ja, nou ja. Sommige mensen zouden dat zeer terecht vinden en anderen misschien iets te pretentieus. Nee, maar ik ben door de afwisseling van praktijk en theorie, hè, ben ik langzamerhand in die bestuurskundige hoek terechtgekomen. Ja, precies. Ja. Dat was ook mijn eerste hoogleraarschap, politicologie in het bijzonder bestuurskunde. Ja, je maakte overigens die, ook al in die eerste jaren grote indruk. Er is een verhaal dat jij bij het planningsbureau van de universiteit PISA was je werkzaam. Ja. Hier hebben we trouwens een foto waarin je promoveert, maar dat is van iets later. Ja, zeker. Ik ben in 1969 uit de wetenschappelijke rangen gegaan in de administratieve als hoofdbegroting van de universiteit, later hoofdbegroting en planning, later kwamen informatiesystemen daar nog bij. En in 1975 was ik de baas van PISA, zoals je zegt. Ja. En de man links was lid van het college van bestuur, Jan-Karel Gevers, later beroemd voorzitter van Amsterdam University. Ja. En aan de rechterkant mijn boezemvriend, later hoofdofficier Jan de Wit. Jan de Wit, ja, precies. Dat is van later, maar voor die tijd maakte hij al grote indruk, toch als hoofd PISA, kan ik mij nog herinneren. Er ging een verhaal van jou dat je ook zeg maar de toenmalige belangrijke leden van het college van bestuur op een wat minzame manier behandelde. Er gaat een verhaal dat je wel eens bij de toenmalige voorzitter van het college van bestuur, de heer Kat, kwam en zei, nou moet je eens luisteren, en toen je benen op zijn bureau hebt gelegd. Klopt dat? Onbestaanbaar. Oké, okay, goed. Nou, geen goed verhaal. Dan is dat een onzinverhaal. Fijn dat we dat eventjes hebben kunnen rechtzetten. Er is nog een ander verhaal. En dat verhaal daarvan weet ik zeker dat dat wel klopt. Dat is dat je je eigenlijk vrij korte tijd, maar buitengewoon heftig in de Leidse politiek hebt bewogen. Ja. En dat je erin geslaagd bent om de Leidse politiek geheel te doen veranderen. Want voor die tijd was dat een wat gezapig gezelschap van mensen die zeiden, ja, wat heeft Leiden het toch moeilijk. En je hebt geprobeerd die bestuurstijl te veranderen met de zogenaamde meerderheidsstrategie. Kan je vertellen wat dat nou weer betekent? Ja, ten eerste was het niet een persoonlijke kwestie, maar er kwam gewoon een nieuwe generatie in de Partij van de Arbeid op, waarvan velen later achterswaardige wethouders zijn geworden. Ja. Hans van Damme, Cees Waal, Leendert Jonker, Paul Bordewijk. En wij konden ons niet verenigen met het bestuurlijke gezichtspunt van de toenmalige Partij van de Arbeid, dat het onfatsoenlijk was om begrotingstekorten te hebben. Ja. Waarom konden wij ons daar niet mee verenigen? Omdat er een aantal omstandigheden in Leiden
aanwezig was waar de Leienaren anno 1970 helemaal niks aan konden doen. Mm-hmm. Te weten, verouderde industrie, buitengewoon slechte waterinfrastructuur, de aanwezigheid van de universiteit, die ook geen zegen was, maar veelal een curse in disguise, een vloek in vermomming, omdat alle arme mensen die bij de universiteit betrokken waren, die woonden in Leiden en alle rijke mensen woonden ergens anders. Dus dat kon je ook zien in de rangenopbouw, hoe hoger de rang, hoogleraren in overgrote meerderheid, Oeksgeest, Voorschoten enzovoort. Maar jullie hebben die nieuwe strategie toen ook eigenlijk proberen vorm te geven met die meerderheidsstrategie, met andere woorden, wij proberen met een meerderheid het gehele stadsbestuur in handen te krijgen. Ja. En dan kunnen we ook wat dat betreft ook veel forser kunnen wij besturen. En als dat moet met schulden, de zogenaamde artikel 12 procedure, dan moet dat maar, want het is ten voordele van de stad. Wij schamen. Zeker dat laatste, die eerste formulering is nauwkeuriger. Dat wij alleen in het college van BMW wilden gaan zitten als we daar de meerderheid hadden. Zeker. En dat kon ook omdat het ging niet over de Partij van de Arbeid, maar het ging over een verbond van linkse partijen. Oh, ja. Dus PPR, PSP, D66 en de Partij van de Arbeid, die samen bijna de helft van de zetels in de gemeenteraad hadden. Ja. Dus dat hebben we als voorstel op tafel gelegd. Dat is verworpen door de meerderheid met inbegrip van DS70, de afgescheiden groep van de PvdA en de CPN, die daar ook niks voor voelde. Mm-hmm. Merkwaardig vind ik dat nog steeds. En vervolgens is er dus een heel rechtscollege gekomen. Ja. Maar dat rechtscollege kon niet op tegen dus bestuurskracht die wij hadden als groep, hè, nogmaals als groep. Ja. We hebben alternatieve begrotingen gemaakt, we hebben de inleiding tot de aanvragen van aanvullende uitkering gedaan. En dat veel al samen met ambtenaren en sommige wethouders. Ja, dat is allemaal gelukt. Ja. En om het toch even snel vorm te geven. Jullie hebben toen de meerderheid inderdaad gekregen. Jullie hebben... Jawel. Ja, maar pas in 1974. Ja, precies. Maar uiteindelijk is dat gebeurd. En toen is dat roemruchte college gekomen dat toen voor het eerst zich niet schaamde voor begrotingstekorten en zei van het is voor de stad, je hoeft je niet te schamen voor artikel 12. Dus noods dan maar onder controle van Den Haag. Laten ze maar kijken of wij onze walkanten op een behoorlijke manier herstellen en of wij voor de stad het goed doen. Ja. En die aanvullende uitkering is er gekomen voorafgaand aan 1974. Ja. En ik kan me nog herinneren dat het college zo weinig zeker was van zijn zaak, dat toen ze werden uitgenodigd om bij de staatssecretaris Polak de aanvraag te komen verdedigen voor een aanvullende uitkering, dat ze ons toch maar meenamen. Ja, precies. Nee, precies. En dat was verstandig. En eigenlijk is dat het begin geweest van wat nu wordt toegeschreven, voornamelijk aan C. Zwaal, maar toch eigenlijk aan die hele bestuurscultuur van dat moment, het herstel van Leiden, mag je zeggen. Ja, die generatie. Waar nu bijvoorbeeld op het plusje is terechtgekomen. Ja, nou ja, op plusje waarvan Hans van Dam bijvoorbeeld en Paul Bordewijk en zo, en jij nu nog steeds gelukkig niet, actief zijn. Ik ben in 1974 eruit gegaan. Ja, jij bent eruit gegaan. Proefschrift afmaken. Nee, dat is waar. Ja. Dat is je niet alleen met vlag en wimpel gelukt. Daarna heb je een carrière gemaakt eigenlijk als bestuurskundige hoogleraar. En daarnaast toen je daarvoor gevraagd werd op het directoraat-generaal van het ministerie van Onderwijs, heb jij het hoger onderwijs in je portefeuille gehad als hoogste ambtenaar. En het wetenschappelijk onderzoek. Precies. Ja. Dat heb je een aantal jaren gedaan. Zes, ja. Totdat je toch weer besloot om naar de wetenschap te gaan. Je hebt dat toen een aantal jaren gedaan.
Je werd toen al, naar mijn idee, hoogleraar in meer dan één plek. Ja, twee, want het was een gezamenlijke studierichting van Leiden, Leiden Rotterdam. En Rotterdam. Totdat je daarna de beroemde kwaliteitsimpuls was die ervoor moest zorgen dat er een nieuw staatssecretariaat zou worden ingevuld, ook weer voor het hoger onderwijs. Voor het onderwijs. Voor het onderwijs. Ja, en toen ik daarvoor gevraagd werd, heb ik gezegd, dat was een staatssecretariaat dat Jacques Wallach had gedaan. Ja. Toen heb ik tegen Kok, die voorzitter van Smaldeel in het kabinet was, gezegd, dat doe ik niet, want daar heb ik geen verstand van, of niet genoeg verstand van de rest van het onderwijs. Mm-hmm. Dus ik doe het alleen als ik de portefeuille krijg die de huidige minister heeft, Ritsen. Oké. Okay. En dat vond Ritsen best. Ja, oké. Okay. Dat is, zoals wij allemaal weten, uitgelopen in een drama. Ook een persoonlijk drama voor jou. Jij bent daar in je laatste boek en ook al eerder heel openhartig over geweest. Wij hebben daar ook vorige week in de NRC ook nog in het interview wat je hebt gehad met de journalist, hebben wij ook over kunnen lezen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat staatssecretariaat dat op die manier een kwaliteitsimpuls zou moeten zijn, maar het in een drama is geëindigd, dat een césuur in je leven is geweest. Ja en nee. Het was voor mij persoonlijk zeker een césuur, omdat een tamelijk eervol bestaan en plotseling werd besmeurd. Ja. Vies gemaakt, noem ik dat zelf. Ja. Dat was een enorme schok voor mij, omdat ik eigenlijk ook vanwege de eer van het ambt dat staatssecretariaat had al aanvaard, niet om centen of zo. Dus dat was een enorme schok, maar merkwaardigerwijze heeft het geen breuk in de ontwikkeling van mijn loopbaan gebracht. Dat is werkelijk, dat is verbazingwekkende. Ja. Want je was bij wijze van spreken nog geen maand was je afgetreden of je werd gevraagd voor hoogleraarschappen, zo ongeveer bij alle faculteiten in Nederland. In ieder geval in Nederland op een groot aantal plekken ben je dat geworden. En zelfs ook in de wereld. En een aantal toezichthoudende functies in Precies. het openbaar bestuur. Precies, ook in het openbaar bestuur. Ja. En dat geeft dus eigenlijk aan dat dit een gigantische en ook een buitengewoon snelle comeback is geweest. Althans een comeback, ja. Na een aantal jaren was jij zeker zo gerespecteerd in wetenschap en bestuur als je daarvoor was geweest. Ja, maar wel altijd met het smetje enzovoorts. Ja. Dat blijft. Sommige dingen poets je nooit meer helemaal weg. Maar ik denk dat bij jou voor een heel groot deel wel is verdwenen. Een buitengewoon illustratief moment vind ik zelf is als je een aantal jaren daarna als vriend van Pim Fortuyn, want je zegt er zelf over, Pim Fortuyn was misschien niet mijn vriend, maar misschien ook wel. Je had een vrij ambivalente verhouding met hem, zo kan je dat ook wel zeggen. Als jij in het programma Het Zwarte Schaap verschijnt. En daar, dat ging over Pim Fortuyn. Dat was een heel roemrucht programma destijds. En vrienden en vijanden ook wel van de zwarte schapen werden daar ook gehoord naast het zwarte schaap zelf. En over Pim Fortuyn ging het volgende verhaal. En dat laten we nu even zien. En niet kan maar waarom betalen. Staat u aan de zijkant en niet in het midden van de macht? Nou, dat zou ik dus bijvoorbeeld in de huidige politiek
Ja, zou je bijvoorbeeld, nou, als ik dan van de VVD of het CDA, maakt het uit. Maar dan zou je fractieleider moeten zijn of minister of iets van die naar. Ik zou daarin absoluut verkommeren. Ik vind het een omgeving waar ik gewoon niet wil zijn. Het is een soort mensen, een cultuur. Ja, daar vind ik, er moet ontzettend veel water bij. Meneer Entveld, waarom is hij niet in het centrum van de macht terechtgekomen? Omdat hij dat helemaal niet wil. Op het moment dat hij in het centrum per ongeluk terecht zou komen, zou hij zich er vol walging van afkeren. Dat klopt. Even een onderwerp, we hebben het over de PvdA's Wim Kok gehad en Tineke Netelbos. Even een andere PvdA'er en een onderwerp wat u ook na aan het hart ligt. Onderwijs. Ja. Daar zit een andere PvdA'er op, nee, tenminste deels, hoor. Karen Adelmond. Oh, ja. Kan die op wat meer sympathie van u rekenen? Nee, absoluut niet. Kijk naar niet. Haar beleid. Nee, kijk, ik wil graag in die politiek, maar dat heb je als je een intellectueel bent, wil ik ook hersenen zien. Hè? Dus je wil emoties zien, charisma, maar ook hersenen. Hè? Je moet ook een beetje kunnen nadenken. Meneer In het Veld? Kijk, Pim die wisselt in één minuut drie rollen af. Intellectueel, columnist, politicus, gelovige, ideeën maken en nog wat. Vijf. Daar kan niemand tegen. Ja, want je weet, op het moment dat je met Pim in de ene rol gaat debatteren, wisselt hij van rol en dan heeft hij dus een andere rol en dan moet je dus een ander soort debat voeren. Daar word je dus razend over. Dus de enige manier om met Pim zindelijk te debatteren is een overeenkomst te sluiten dat hij nu voor een tijdje even één rol speelt. En dan is hij goed. Hoe doe je dat, meneer In het Veld? Want u heeft daar ervaring in. Met een zweep. Ja. Heeft u hem voor mij? Alleen een terroristische bejegening van Pim leidt tot vriendschappelijke verhoudingen. Dat is duidelijk. Meneer In het Veld, ik wil even met u nog naar een opmerking die u eerder maakte tijdens het filmpje. U vergat Pim Fortuyn wel eens, hè? U gaf hem niet altijd even veel aandacht. Ja. Dan kreeg u post van hem. Ja. Stond erop? Nou, eerst een scheldwoord. Is dat zo? En daarna iets, een vraag van waarom ik hem in hemelsnaam zo verwaarloosde. Nou, dat vond ik wel terecht eigenlijk. Want dat deed ik wel eens. Ik was niet altijd aandachtvol naar hem toe. Is dat typerend voor hem? Ja, ik vind dat wel aardig. Hè. Schrijft u wel vaker van dat soort briefkaarten? En moet ik wel van iemand houden? Dat is nou weer fijn, meneer Voor in het Veld. Ik hou van meneer In het Veld, ja. Maar waarom doet hij dat op die krachtige manier? Ja, dat is een manier om iemand bij de les te krijgen. En u ziet dat het geholpen heeft. En dat gebeurt dan wel met humor. Want hij heeft natuurlijk niet die hele kaart vol geleerd. Het begint wel met lul, maar daarna eronderaan lief spin. Hè? Dus ja. En het helpt. Ja. Ja, het heeft een zekere charme als je even bekomen bent van de schrik. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog het boek wat deze maand is uitgekomen over kennisdemocratie, waarin je aan de ene kant denk ik toch het verhaal vertelt dat de media en de politiek op een vreemde manier in elkaar verwikkeld zijn en daardoor elkaar eigenlijk ook bedreigen? Of zeg ik dat niet goed? Laat me even zien de voorkant. Dan kan ik dat uitleggen. Ja, want ja, de ondertitel is In het oog van de orkaan. Ja, precies. En mijn boek gaat dus over het domein van de samenleving dat bestreken is door politiek, wetenschap en media. Ja. En mijn voornaamste waarneming is dat die drie eigenlijk als draaikolken om elkaar heen bewegen. Ja. In onderlinge afhankelijkheid. Mm-hmm. Terwijl de pretentie van elk van de drie is dat men o zo onafhankelijk is. Ja, en jij vindt dat een gevaar voor de democratie? En ik vind dat die discrepantie tussen de bestaande afhankelijkheid, mm-hmm, en de pretentie van onafhankelijkheid een gevaar voor de democratie. En dat zag je ook terug in het interview met de NRC. Dat de journalist zei, ja, maar zit je nou te schelden op de media? Ik zei, nee, ik zit helemaal niet te schelden op de media.
Maar de media pretenderen, en terecht, om de controleur van de macht te zijn. Ja. Maar ze zijn zelf ook machthebber. Ja. En ja. dat maakt het onwaarschijnlijk, die twee rollen. Ja. En die rol van machthebber is een rol in afhankelijkheid van de andere machthebbers. Ja. Het aardige van het boek vind ik zelf dat het naast een zeer hoog wetenschappelijk gehalte... en jij bent daar, nou, ook sinds de laatste jaren, als je alleen al kijkt wat je gepubliceerd hebt sinds 2013, dat is gigantisch. Dus diep in jouw pensionado-tijd, zal ik dan maar zeggen. Dat je hier ook in dit boek ook eigenlijk een stukje biografie in hebt gepland, waardoor het zich ook laat lezen als een deel van jouw levensverhaal. Ja, maar niet als zelfverheerlijking. Hè? Want, zeker niet. Maar zeker als, niet. Als leergeschiedenis. Je bent genadeloos eerlijk. Dat kan ik alle lezers in ieder geval wel beloven. Dank je wel, Roel, voor dit zeer interessante gesprek. We weten zeker dat je nog heel veel qua publicaties op je naam gaat krijgen. Ik denk het niet. Ik weet het nog maar niet. Dat boek over het pak moet je misschien ook nog maar eens schrijven. Wij danken natuurlijk ook de kijkers. Volgende week is Rens Heerewer hier weer met een gesprek met iemand die jij zeker ook wel kent, Frederik Zevenbergen, sinds deze zomer gedeputeerde van Zuid-Holland. Ja. Kijkers bedankt, Roel bedankt.